Ja, wat jij wil. Juve. Diablo Designs. Diablo Designs. De mensen Diablo Designs die staan hier samen met Rob Hartog. Hij staat hier ja, namens Rob Hartog, denk ik. En Robert de Helder van Rob. Samen met Rob Ontwerpings en Inspuis. Oké, en hoeveel tijd neemt dat in beslag om zo'n te maken? Want het ziet toch wel spectaculair uit. Dat varieert van een uur of 15 tot soms 25 uur per helft. Per helft? Dat was geen foutje? Ja, dat is echt per helft. Maar dan gaat u ook in detail, neem ik aan, want ik zie een aantal plaatjes dat er ook wel redelijk op detail uitgewerkt is. Er komt even een aangedragen helm. Komt hier aangedragen. En hoe wordt zo'n ding ontworpen? Hoe gaat het in zijn werk? Soms is er ook al van tevoren heel druk bezig op de computer om een beetje te kijken hoe hij eruit gaat zien. Soms laat hij dat aan mij over. Dan zegt hij van hij moet geel met groen en dan voor de rest moet je het zien. En dan, zoek het maar uit, zeg maar. Ja, zoek het maar uit. Ja, lekker makkelijk. Maar je kent Rob waarschijnlijk al een jaar en dag. Je kent hem vanuit de Pampers of? Nee, niet vanuit de Pampers, maar wel sinds dat hij ongeveer wegreces is. Daar is het toen hij mee begon. Toen ben ik ook al heel veel gespuit geworden. Oké, okay, en 15 tot 25 zeg je net. Dat traject, uitdenken, Rob laten zien of je het goed vindt. Of moet je nog aan bepaalde eisen voldoen? Of? Het liefst een nieuwe helft. Of die wit is of zwart. En dan, maar wat je net zegt, die uur, daar zit het van voor de nemen, zit daar niet bij. Oké, dat komt er dus nog gewoon even bij. Ja, klopt. Oké, al met al gezegd, ben het best wel een kwijt. Ja, dat klopt ook. En om nog een beetje reclame te maken voor jezelf, ik weet niet of je wat particulier of ik noem maar wat op doet. Doe je dat ook? Het is gewoon een hobby. Ik heb geen bedrijf, het is een hobby naast mij, gewoon een werk. Oké, gewoon er even bij. Maar ik moet zeggen, fantastisch werk. Nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft, ik kan er niet omheen. Het ziet er strak uit. Dus mensen, mocht je nog even een blik willen werpen op de helmen van Rob Hartog. Het design is dus of door Rob, of door zijn spuiker, laten we het noemen. Heb je nog volgens mij nieuwtjes? Kunnen wij nog wat opsteken hiervan? Het is de bedoeling dat ik volgend jaar gewoon weer helmen spuik voor Rob. Nou ja, als ik het mag beslissen, ja. Nou, dankjewel. Nee, maar dat komt goed. Alsjeblieft, en heel veel plezier nog even voor de tijd dat je bent. Ja, het is een mooi evenement. Ik ben al een paar jaar geleden al eerder geweest. En ik moet zeggen dat het niveau van wat ik op de baan zie, ging echt ontzettend hoog. Het is heel knap dat die jongens op de baan zitten. En ook als organisatie. Nou, dankjewel. Dan dus ook namens de spuiter van Rob Hartog. Dus een compliment aan de rijders. En die steken we in de pocket. Hartstikke. En nog een keer een stoppie om het nogmaals een keer te doen. Maar ik denk, als je dat willekeurig dit probeert, dan wordt het tijd mislukt. Yeah.